Hi en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals jullie weten heb ik op de Date Day bowling editie heb ik verloren. Op 1 punt verschil. Wat echt een tragisch moment was. Als je die video nog niet hebt gezien kun je hem hier even ergens bekijken. En ik heb verloren. En ik moest daarom de volgende date date verzinnen. En dat heb ik gedaan. En ik ga jullie meenemen naar wat ik heb bedacht. Ik heb het volgende bedacht. Even kijken of er niemand in de buurt is. We gaan eerst naar een kattencafé. Heel leuk. Daarna gaan we picknicken en spelletjes doen. En leuk. Daarna gaan we eten. Mexicaans. Want dat vindt hij heel leuk. En lekker. En daarna gaan we nog een ijsje halen. Dus dat is een beetje het plan. En ik ben nu gewoon spelletjes aan het inpakken en dingen. Dus nou, weten jullie dat ook. En hij weet nog niks. Dus ik ga jullie gewoon meenemen vandaag. En ik heb er zin in. Oké, we zijn op dit moment gestrand op... bij UMC Utrecht. There he is. Had je al een intro opgenomen? Ja. Wat? Wanneer heb je dat gedaan? Dat zeg ik niet. This is gonna be a lot of fun. It isn't. It is. I mean it is. It is gonna be a lot of fun. Hoe voel je je nou? Dat jij niks weet. Ik voel me spanning. Je voelt je spanning? Ja. Wauw. Ja. Nee, maar het wordt leuk. We gaan straks naar een adres en... Ja, jullie weten het al. Jij niet. Heb je het over... God. Ik bedoel, hè, balen. Boeien. Ik had moeten verliezen met bowlen. Ja. We zijn net uitgestapt bij de bushalte. En we lopen nu naar de eerste locatie. Oh, de eerste locatie? Heb je meerdere locaties? En daarom ga ik nu... Ik ga nu vertellen wat het idee is van vandaag. We hebben vandaag 4 stops. Oké. Damn, jeez, oké. En voor elke stop heb ik een hint voor je. Zodat je een beetje misschien kan weten. Riddles. Het zijn hele domme rijmpjes. Ik had die inderdaad vanochtend geschreven. Dat was je aan het doen. Ja. Ik zat gewoon een uur lang Gossip Girl te kijken. En zij heeft een uur lang heeft zij... Niet een uur. Heb je aan 4 rijmpjes gewerkt? Dat is zo schattig. Ja, maar my brain was not braining, dus ik kon het gewoon niet zo goed bedenken. Nee, was ik afgeleid natuurlijk door alles wat Blair Waldorf zei. Inderdaad, the queen. Ja, ik denk dat ik zomaar het eerste rijmpje... Maar ik hoop het. Ik wilde het eerst opschrijven, alleen dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik dacht, oh, ik ga het dan appen gewoon. Dat is leuk. Maar... Ik heb geen 4G. Ja, of ik dacht misschien stuur ik een sms. Want je kan toch ook een sms sturen? Dat kan ook, ja. Dus ik denk dat ik gewoon een sms stuur. Dat maakt het heel boomer en alles. Maar dat is wel gewoon leuk. Ik ga even zo mijn telefoon erbij pakken. En dan een sms sturen. Oké. Maar heb je je telefoon in de buurt? Ja, heb ik. Ik voel me echt zo boomer dat ik ga sms'en. Oké. Het eerste appje is gestuurd. Maar ik weet niet of je dat binnenkrijgt. Het is trouwens. Oeh. Heb je het binnen? Ik heb het nog niet. Ik heb niks. Hoezo niet? Weet ik niet. Nou, vind ik stom. Moet ik hem even op jouw telefoon voorlezen anders? Ja. Ja. Oké. Vind ik stom. Oké, nou anyway. Hier, doe het maar gewoon. Als eerst gaan we naar een plek die gezellig is en zacht. En het heeft te maken met lieve beestjes met een mooie vacht. Die rijmen zijn echt zo dom. Ik weet waar we heen gaan. Waar gaan we heen dan? Nou, weet je al wat het is? Kom dan maar gauw. Dan hoor je straks wellicht een miauw. We gaan naar het kattencafé. Ja. Ja, let's fucking go. We gaan naar het kattencafé. Nou, first stop is dus het kattencafé, maar... Volgens mij is dat hier. Ik heb even heel snel gekeken op Google Maps, ook, maar... Ja. Het heet Kat en Bakkie. Ik heb er zoveel zin in. Hier praten wij al weken over dat we hier een keer heen moeten. Ja, klopt.
Dat was het voor het kattencafé. Ik denk dat ik nu gewoon weer naar jou ga berichten. We got a present, by the way. Yes, we got a very cute mug. This. With a cat in it. Yes. Ik ga gewoon weer berichtje sturen. Waarschijnlijk gaat hij weer niet aankomen, maar... We'll ja, dat zien we dan wel. Moet ik hem op jouw telefoon? Ja, lees hem maar weer gewoon, okay. Denk ik. Die rijmpjes, ja, ik vind het echt heel slecht, maar ik maakt niet het uit. Het schattigste ooit. Oké, okay, klaar voor het volgende rijm, voor de volgende clue. De tweede stop is iets wat we al een keer hebben gedaan, maar dat maakt het niet minder spontaan. Ik hoop dat je trek hebt gekregen en in een competitieve bui bent. Dan gaan we nu naar het parkje dat je al een tijdje kent. Ja, het rijmpje is echt is een bullshit. Oké, okay, we gaan naar Lepelenburg. Yes. Oké. Okay. Oké, okay, ja, het is echt niet duidelijk van die domme hit, de domme rijmpje van competitief ben geworden, wat anyway, gaan we doen? I brought some games and we're gonna buy some food. Oké. Okay. And we brought this. Yes, we got a blanket. Dus we gaan picknicken een beetje met spelletjes en hapjes. Dus je moet even een supermarktje opzoeken. Er zit er daar een. En er zit verderop ook een Albert Heijn. Ja, we gaan naar de Albert Heijn. Fuck Jumbo. Fuck Jumbo. Cringe. Albert Heijn sponsor mij. Ik heb dus spelletjes mee, waaronder Exploding Kittens. Ik weet niet of je die kent. Nee. Dat heet Exploding Kittens en het is echt een heel leuk spel. En nog een ander spel wat ik niet kende. En ik had gecheckt of jij Kwiks mee had in je tas. En dat had je. Dus ja, dus, ja, we kunnen gewoon een spelletjes doen. Nou, we zijn er. Dan? We hebben een kleedje neergelegd en we hebben wat fruit gehaald, want daar hadden we eigenlijk zin in. En ik heb dus dit spel. En dit is Exploding Kittens. Het is echt super leuk. Ik denk niet dat je het ooit hebt gedaan, of wel? A card game for people who are into kittens and explosions and laser beams and sometimes goats. En we waren bij de Albert Heijn en toen hebben we voor 10 euro spul gekocht en toen wouden we van die plaatjes hebben die je bij elke 10 euro krijgt. Maar ik denk dat ze denkt dat wij 10.000 euro hebben uitgegeven. Want we hebben toch een baksteen van die plaatjes gekregen. We gaan voor Aristocats. Oh, hier, 2 tot 5 players. Top. 2 minutes to learn, 15 minutes to play. Oh, ik weet trouwens, er is een filmpje op YouTube en die is echt heel makkelijk. Dat en die legt het uit. Ja, die legt het uit. Ik denk dat je die het best kan kijken. Oké, dan. We snappen het nu. En, oh, maar wacht, volgens mij moet iedereen beginnen met 1 diffuse kaart, sowieso. Oh, oké. Okay. Wacht. Ja, chill. Wat staat hier? Fijn dat we deze opname begonnen met... Ja, we snappen het nu. En met het eerste wat we moeten doen... Wacht even hoor, ik snap het niet. Ja, oh, wel hier, setup. How to start. Yay, we snappen het! Jaaai! Heel cool. Thanks. Ik was echt heel mijn hart vast er aan te gaan komen. Oké, dan. Hi guys. Yo. We hebben even naar... Oh ja, we zijn even... Zo. Ja. Oké. Okay. Je kan het. Nee, goed. We zijn even naar een spelletjeswinkel gegaan net. En dat was echt heel cute. Het was echt een leuk winkeltje. Ja. Yeah. En nu lopen we naar de volgende stop, zeg maar. En we gaan even ergens een happy eten. Mm-hmm. Aan... Zal ik meteen even een berichtje sturen? Ja, is goed. Oh. Hi guys. Ik heb hem gestuurd. Jij. Van al dat spelen heb je zeker wel trek gekregen. Het is echt zo cringe als ik dit nu hoor. Nee, dat is heel leuk. Van al dat spelen heb je zeker trek gekregen, groot gelijk. We gaan eten van jouw lievelingskeuken zonder gezeik. Oh mijn god. Yes. Ja, ik weet niet of je weet of dat... Weet je, nou ja. Ja, Mexicaans. Ja. Moet dat dan zijn. Ja. Dus ik hoop dat je ready bent voor een bab zoals in Maas. Jij mag kiezen met of zonder kaas. Oh, ik hou van jou. Yay! Yay! Burrito! Burrito, Mexican food! Wat leuk. Hoe heet het? Dat ben ik hier weer gaan. Cheetos of Cheetos. Zo heet het. Cheetos, Cheetos. Ik ken het niet. Maar goed, Cheetos. Leuk.
Ik ben benieuwd. Ik ken het ook niet. Maar het zag op zich wel cute uit. Maar er zit niet heel veel Mexicaans in Utrecht eigenlijk. Nee? Nee, niet echt. Valt op zich wel mee. Mm. Of dan moet je echt naar de Taco Bell of zo. Ah ja. Ja, zeker. Zo ziet het er ook uit. Oké, okay, ja, dat kan. Sorry? Daar kan ik ook op. Ik denk het niet. Nou, dan niet. Ja, doen we dat. Ik er ook niet op. Ja, losers. Anyway, jij weet waar we heen moeten, hè? Yep. Ja, dus nu lopen we daarheen. Nou, we hebben net lekker gegeten. We hebben geweldig lekker gegeten. Ik kon er alleen niet filmen, want er draaide keihard muziek. Copyroy. Dus, yeah, basically. Yeah. Maar we hebben wel lekker gegeten, lekker burrito. Ach, het was echt perfect. Ja, het was echt, letterlijk geweldig. Het was echt geweldig. Ja. En nu zitten we hier op een bankje. En we hebben nog één laatste stop, als ik het me goed herinner. Volgens mij herinner je dat je goed. Herinner je dat? Nou. Wat is het? En daarvoor ga ik weer even mijn apparatuur erbij pakken. Tuurlijk. Mijn apparatuur being, mijn telefoon. Ja. Nou, als ik dit rijmpje dan weer lees, dan denk ik weer echt, what in the flip? Nou, het komt vast goed, schatje. Maar goed, boeien. Ik heb hem gestuurd. En je mag hem gaan lezen, okay. Dan weet je het. Het is dus, ja, het is toch gewoon een kleine tamping. Dit is de laatste stop alweer. Hopelijk doet het geen zeer. Je weet dat ik graag wat zoets wil na mijn eten. Dus dat is wat we nu doen. Kon je weten. Dat kon je weten. Kom sorry. Op, ja, het spijt me gewoon. Ik trakteer je op een ijsje als afronding van de dag. Ik hou van jou. Ik laat je achter met een lach. Fucking cringe. Fucking schattig. Oh, ik hou ook van jou. En dat staat er niet bij, maar ik dacht, een beetje wandelen, zeg maar, gewoon. Is helemaal goed. Utrecht, een beetje. Deal. Dan hebben we nog niet genoeg gedaan. Hmm. Maar dan moet ik heel even op jouw telefoon opzoeken. Oh ja, ja, want jij hebt natuurlijk ook al een ijsselman uitgezocht. Ja. Ja, ik heb, ja. Wow, je bent perfect. Die hier in de buurt zit, dat weet ik. Maar ik weet niet waar. En ik weet ook even niet meer hoe die heet. Dus, maar het schijnt de beste ijsselman van Utrecht te zijn. Dus daar gaan we natuurlijk wel heen. Yay, dus het is een kwartiertje lopen. En dan hebben we ook meteen een wandeling gedaan. Let's go walking! Bye. We hebben ice cream. We hebben het. Maar kijk even hoe rust. Oh, nou, ja. Nu is de straat weer druk. Maar het is letterlijk, zeg maar, overal rustig. Een bonenwijk. Ja. Het is letterlijk een woonwijk met ineens een immense rij. Groep mensen die allemaal dit ijs wil. Ja. Dus onze verwachtingen zijn echt ja. Huge. Ze hadden ook gigantische bekers binnen. Ze hadden allemaal prijzen gewonnen. Ja, ze hadden... Ja, ze hadden ze? In 2000... Eerste plaats? Ja. Is hier een bankje of iets? Past wel. Oh, ja, er is dus blijkbaar een WK ijs maken. Kom maar. Deze was een WK ijs maken. Ja. En daar hadden zij dus goud gewonnen voor hun vanille smaak. Ja, dan ben je echt een koning. De meest voorkomende ijssmaak, zeg maar. Hadden ze goud gewonnen op het WK. Dat is echt lijp. What the fuck? Dan moet je echt moeilijk goed zijn. En dan heet je als ijsselman Roberto. Dat is dan weer jammer. French. Gaan we hier gewoon zitten? Nee, dit is van mensen. Dit kan niet. We kunnen daar wel zitten. Nee, maar het is van mensen. Oh. Het is gewoon een bankje naast een voordeur. We kunnen daar niet zomaar gaan zitten. Fucking. Maar er zijn geen. Ik zie niet echt andere bankjes. Nee, ik ook niet. Of we moeten gewoon staan. Zullen we hier gaan zitten? Ja, hier kunnen we. Dit ziet niemand. Hier, gaan we dat super gewoon doen? Een bankje, ja. Heftig. Nou, oké, sure. Ja, boeien. Fuck it. Nou, gaan we dan. Oeh, first bite. Ja? Oh my god, oh my god. Is het lekker? Ja, het is echt heel lekker. Ik ben een beetje vergeten lekker. Wat ik had, maar... Maakt niet uit. Dit is gewoon Kinder Bueno, maar dan net beter. Echt? Dit is zo lekker hier. Oh my god. Letterlijk. Inderdaad beter. Maar dan beter. What the flip, guys. Dit is echt heel lekker. Mm. Oh, dit is echt de perfecte manier hier. Om... Sorry voor deze enkel trouwens. Ik denk niet dat iemand daar blij van wordt. Oh, wat is dit? Dit ja, is wel lekker. Dit is crème catalan is dit. Oh ja. Dat is fucking lekker. Yo, nu zitten we gewoon in een soort van Will Smith music video. Yo guys. Yo, what up? Oh, dit is wel echt heel lekker. Dit is geweldig. Ja.
Zo, jij hebt er even een flinke schep bij gedaan. Ja, jij gaf mij ook een hele grote hap, dus toen dacht ik... Een beetje lullig als ik jou nu zo'n klein schepje geef. Hier, je hebt de helft van mijn ijs. Geef jij me één. Ja, ik dacht... Hier, lik maar. Als je het op de video terug ziet, zie je mij ook doen. Hier. Ik ben echt bang dat er ineens mensen naar buiten komen. Oh, nee. En anders is het gewoon... Oh, sorry. Eindelijk mensen die weten waar de bank voor dient. Ja. Ik dacht, vaak staan mensen stil, hoor ik wel even. Maar ik dacht, ze zitten volgens mij lekker een ijsje te eten. Inderdaad, heerlijk. Goeie plek, hè? Ja, ja. Heerlijk, dank u wel. Geniet ervan. Ja, oh, thanks. Bedankt. Nou, hoe van zijn zorg om je ook te maken. Oh, zo schattig. That just made my day. Ja. Die man. Zo lief. Ik stress hem echt kapot. Ja, maar ook echt, ik dacht, we kunnen toch niet zomaar op het bankje gaan zitten? En hij vond het helemaal geweldig. Ja. Dat is toch zoet. Hij kwam ook speciaal voor naar buiten. Ik denk dat hij ons al hoorde. Want hij zei ook, zitten er nou mensen mee te eten? Ja. Ja, zo lief. Stop, dat is was zo schattig. Ik dacht, oh, nu gaat hij ons echt vertellen dat we moeten oprotten. Maar... Ja, dat vind ik ook, ja. Het is toch lief dat mensen gewoon hun bankje gewoon voor hun huis gewoon openstellen. Ja. Deze dag was echt amazing. Dit was echt... You killed it. Ja. Je hebt het echt. Ik wil niet alles, tof doen, maar alles was I nailed perfect. It. You did. You did fucking nail it. Ik hou van. Yay. Sorry voor dit onderkind shot de hele tijd. Ja, ik ben benieuwd hoe dit shot eruit ziet. Kijk, dit is het bankje. Er zitten allemaal stenen bij. Het is hartstikke leuk versierd. Ja, het is wel super schattig. Heel schattig. Yeah. Ze hebben echt hun best gedaan, maar daar zitten dus gewoon mensen binnen. Maar het raam staat ook open. Ja, boeien. Maar het is een heel schattig straatje ook. Dus nee, kijk, ja, daar, dat ziet er toch minder uitnodigend uit of zo. Ze hebben een kerstboom zelfs hier. Ze hebben een kerstboom, stop. Met ballen. Nou. En een piek. Het is echt heel schattig. Echt heel lief. Wat doe je? Wow. Nu jij? Nee. Jawel. Nee, dat ga ik echt niet doen. Jawel, het staat super stevig. Echt? Ja. Nee. Gewoon een beetje een platte steen zoeken. Deze is wel goed. Ja, perfect. Nou, wat vond je van vandaag? Vandaag was letterlijk geweldig. In alles. Gewoon. Heb ik mijn verlies goed genomen? Ik heb bijna het gevoel alsof ik nu iets goed moet maken. Nee, vandaag was echt perfect. Oh. Je, het was echt... Ja. It was perfect. It was, wasn't it? It really was. Ja. Nou, vier dan, stappen. Dan. Zeg maar. Dan is dit het einde van de video. Ja. Ja, zeg het maar. Oh mijn god. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren. Ik zei dat dus een keer per ongeluk in mijn beschrijving had ik gezet. Vergeet te abonneren. En hij vindt het hilarisch. Dus vergeet alsjeblieft te abonneren. Ja. Nee, vergeet niet te abonneren. En tot volgende week. Bye bye. Oeh, nice. Zelfs de bye.